Mijn erfgoed is eigenlijk wel de hele Noordoostpolder. En dan specifiek Schokland, omdat ik daar opgegroeid ben. Wereld erfgoed is natuurlijk nog niet zo lang. Daarvoor mochten we hier ook nog alles. En konden we gewoon doen en laten wat we wilden. Konden we gewoon boeren zoals een andere boer ook boert. Mensen vragen, waar woon je? Ja, de Noordoostpolder. Ja, waar dan? Nou, tegen het oude eiland Schokland aan. Dan gaat het bij mensen dagen. Dan zeggen ze van, hé, ja, dat weten we. En dan kun je er ook nog bij vertellen dat we werelderfgoed zijn. Nou, dat is best iets om trots op te zijn. Ik ben Fokke Waldert Omta. Ik woon achter op het werelderfgoedgebied Schokland. Ik woon al mijn hele leven in dit gebied. En in het dagelijks leven ben ik akkerbouwer. Mijn opa is hier ooit in 1951 begonnen. Die was pionier, heeft helpen de polder ontginnen. En kreeg toen in 1951 een boerderij toegewezen. En was vanaf dat moment akkerbouwer op deze plek. Toen heeft hij het overgedaan aan mijn vader en moeder. In 1993 mocht ik het weer overnemen van mijn ouders. Nog steeds op dezelfde voet verder als dat mijn opa eigenlijk ooit begonnen was. Als je vraagt wat hebben we dan met Schokland, hoe kijken we daar tegenaan, dan is het mooie als we de huiskavel, dat is de oorspronkelijke kavel zoals de polder ooit ontgonnen is, waar mijn opa begonnen is, die ligt tegen het eiland aan. Mijn opa had vroeger veel graan, die verbouwde ook graan tegen het eiland aan. En als hij dus aan het werk was, keek hij ook tegen Schokland aan. Maar dat doe ik nu nog. Ik heb suikerbieten, graan, aardappelen. Als we in het land op werk zijn, kijken we nog steeds tegen het eiland aan. De bodem daalt, met name een polder, die heeft ook te maken met bodemdaling. Bodemdaling, daarmee zakt het waterpeil niet van het grondwaterstand. Dus water en grond komt steeds dichter bij elkaar. Als we dikke regenbuien krijgen, dan blijft er langer water op ons land staan. En dat wil je graag zo snel mogelijk afgevoerd hebben. En als jij je grond niet voor 100% voor elkaar hebt, dan blijft er te lang water op je land staan en gaan dus uien en aardappels gewoon rotten. En ben je dus je product kwijt, die je niet meer kunt verkopen. Sinds dat het werelderfgoed er is, zijn er ook beperkingen bij gekomen. Mogen we niet meer egaliseren, niet meer diep ploegen, want ze zijn bang dat we de archeologie dan beschadigen in de ondergrond. En dat zijn wel dingen die door het werelderfgoed gewoon beperkt worden. Kijk, we zijn natuurlijk trots dat het werelderfgoedstatus is geworden. Dat komt doordat de archeologie in de bodem zit en dat moeten we ook zien te behouden. Alleen doordat die status erop zit, zijn we ook beperkt. Maar niet overal zit die archeologie in de bodem. Dus mijn voorstel zou zijn, zoek dan de meest hoogwaardige plek op met archeologie. Ga dat behouden, leg daar die beperking op dat daar niks mag gebeuren. En waarschijnlijk dus ook geen landbouw meer, haalt het dus ook uit de landbouwproductie. En geeft het rest van het gebied geeft dat gewoon vrij. Zodat daar iedereen gewoon lekker kan boeren. Want beperkingen zorgen ook voor minder opbrengsten uiteindelijk. Als je een voordeel zou moeten noemen van het werken op het werelderfgoedgebied, is het feit dat je er trots op kunt zijn en mensen kunt vertellen dat jij daar jouw bedrijf hebt. Andere agrariërs kunnen dat niet. Wij kunnen dat wel. En als je in het land aan het werk bent en het is mooi weer en je kijkt naar het eiland en de zon schijnt erop, een prachtig gebied. En daar mag je gewoon trots op zijn. Volgens mij moet je zorgen dat dit gebied ook blijft leven. Er is nu toerisme, er is natuur, er is landbouw. Mensen kunnen hier recreëren, leven en werken. Ja, als je dat niet meer gaat doen en we gaan een hek om het werelderfgoed heen zetten, dan kun je van achter het hek bekijken hoe mooi het wel niet is. Volgens mij is dat ook niet de bedoeling. Als je iets moois hebt, moet je het ook kunnen laten zien. En als daar ook nog gewerkt kan worden, dan is het helemaal top.